Verschillende overheidsinstanties hebben zich op het ministerie van Defensie gebogen over de situatie bij de Oostgrens. Het is de bedoeling om in het kader van de grensbewaking en de COVID-19-beheersing de samenwerking tussen diverse instanties te verscherpen. Dit moet leiden tot een betere grensbewaking en regulering van het grensverkeer. U hoort meer hierover van minister Krishnakumari Mathura van Defensie. De bedoeling van deze meeting is gewoon een afstemming met alle departementen die een rol te vervullen hebben in de grensbewaking. We willen met z'n allen dat we de COVID-pandemie beheersen. En dat op een zo goed mogelijke manier zonder te veel beperkingen en zonder te veel schade. En dat betekent dat je dus eigenlijk moet reguleren dat heel verkeer op de Marowijnenrivier. En daar heeft iedereen een rol. De lokale bevolking heeft een rol, de bestuursdienst heeft een rol, Defensie is de trekker, justitie en politie, economische zaken, financiën, de lokale ondernemers ook, ondernemersvereniging. Iedereen heeft een rol. En wij willen met z'n allen een plan gaan maken waarbij iedereen zijn eigen rol begrijpt en ook die eigen verantwoordelijkheid neemt. Mensen denken heel vaak, of ja, je hoort soms in de samenleving dat de regering niet voldoende rekening houdt met hun economische activiteiten. Dat ze ook moeten eten en drinken. Zeker ook op de Oostgrens. Hoe kijkt uw ministerie naar deze kwestie? Kijk, dat klopt eigenlijk. Want niemand wil slachtoffer worden. Niemand wil minder verdienen. Niemand wil zijn bedrijf die hij met heel veel moeite heeft opgebouwd en waarin hij geïnvesteerd heeft, zien sluiten. Ik zou het ook niet willen. Niemand wil dat. En we willen dat ook niet doen als regering. We willen dat we verantwoordelijkheid nemen. Dat we de regels van COVID in acht nemen. Dat mensen op een verantwoorde manier ondernemen, business bedrijven, hun goederen aan de man brengen, et cetera. In de praktijk blijkt echter dat niet iedereen die verantwoordelijkheid kan nemen en dat we met z'n allen slachtoffer worden en dat die pandemie, eigenlijk die besmettingen, veel meer worden. En dan gaan we allemaal het slachtoffer worden. Voordat het onbeheersbaar wordt, je ziet in andere landen, ik zag gisteren videobeelden van Engeland waarbij mensen in de rij wachten om opgenomen te worden. En het is het ergste wat je kan overkomen. En dat willen we niet. We willen liever dat we dan schade ondervinden. Maar onze veiligheid is op de eerste plaats. We willen niet, we hebben gisteren of eergisteren vier doden gehad. Dat willen we niet. Dan zijn we genoodzaakt om te zeggen van luister, een pas op de plaats. En we gaan alles sluiten. Totdat we met z'n allen beseffen van we gaan meer verantwoordelijkheid moeten nemen. En die verantwoordelijkheid, zeg ik, begint bij jezelf. Gewoon de hygiënemaatregelen, afstand houden, mondkapje op, minder mensen, geen feestjes organiseren. Dat soort dingen moeten we echt tot een minimale gaan beperken. En als we dat beginnen bij onszelf, thuis, op onze werkplek, in ons bedrijf, dan kunnen we eigenlijk langzamerhand openstellen en kunnen mensen ook handel drijven. En dan hoeft de schade niet zo groot te zijn. Daar gaat het om. Want als iedereen dat doet, dan kunnen we alleen COVID beheersen.